Sandrine Théard op de baan en voor u aan het hek hadden gestaan Hoekse van Zutphen, Thijs in de deel van de Sander Gerritsen, Keizer en Tijden van den Hader. Vooraan zien we even kijken of er moet dan iemand zijn vanuit de Tiel, de Leijden en J. van de Leeuw lijkt hier vooraan te gaan. En wie neemt met zich mee de man ook vanuit de Leijden, dat is dan natuurlijk J. van de Leeuw. Brent de Keizer zit vooraan. Brent de Keizer met de 110 paard, had de snelste start en pakt hier de eerste positie voor de 126. J. van de Leeuw, wie gaat er op 3 komen? Van de Haters van SOC Nederland, 115 is dat namelijk. Tijmen van de Haters voor de derde plek, houdt hij die vast, gaat hij die meenemen. De winst gaat naar Tiel.